Het spijt me enorm, maar ik hoop dat je deze video gewoon toch leuk vindt, ook al heb ik dit gemeld. Het spijt me. Kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Dylan, oftewel Rotjoch, en welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. En vandaag speel ik 100 parkour stages op mijn kanaal en ik ga vandaag gewoon wat meer een soort van gesprekje met jullie hebben. En normaal gesproken kan ik het wel zeg maar doen op een soort van King Alert, iets zeg maar dat ik gewoon een cameraatje aanzet en gewoon met jullie ga praten, wat ik af en toe wel eens gedaan heb. Maar ik dacht ik ga het gewoon doen terwijl ik wat aan het doen ben in de video. Dus dat ga ik vooral doen en proberen, level 1. Ik ga het even allemaal uitleggen. Ik begin eerst hoe deze map is. Dit is een 100 parkour stage map. Ik heb het gedownload van planetminecraft.net gewoon. Ik dacht, fuck it, ik ga het even proberen. Alleen maar hartstikke leuk. Ik heb het gezien bij Preston Place, een YouTuber. Ik heb het gewoon compleet van hem geript. Het lijkt me gewoon chill om dat te spelen. Het lijkt me gewoon grappig. En ik dacht, nou, ik ga het doen terwijl ik jullie een soort commentary breng. Dus bij deze ga ik dat dus doen. Alright, ik moet gewoon 100 levels afhalen met parkour. Dus dat ga ik even doen. Remember, you cannot pass this first place, the first pack. You can play the sun and read first. Nou, oké, dat gaan we doen. We gaan gewoon parcouren, dat is heel simpel. Maar deze video is niet zomaar een video zoals zij. De video heet inderdaad Het Spijt Me. En niet zonder reden. De video heet Het Spijt Me. En dat komt omdat heel simpel ik ga stoppen met een aantal dingen op mijn kanaal. Met een paar dingetjes wat mij opgevallen is. En met goede redenen ga ik wat dingen veranderen op mijn kanaal. Dat vind ik wel, bijna was gevallen. Wat ik ga veranderen op mijn kanaal. En dat is eigenlijk één serie die ik ga veranderen. En je merkt al natuurlijk, dus de serie die ik nu eigenlijk had moeten uploaden. En dat is natuurlijk, ja, jullie weten het, Ark Survival Evolved. En dan zullen sommige mensen nu heel erg boos worden en misschien zelfs zeggen van, ik wil niet meer op je abonneren. Is het level 2? Ik denk het wel, want als ik hier ga, dan kom ik op een hele andere spot uit, zeg maar. Dan kom ik hier beneden uit. Dus ik ga hier naartoe. In ieder geval, ik stop dus met Ark Survival Evolved. En waarom ik dat weer ga doen, is gewoon, het wordt minder bekeken als eerst, het is minder bijzonder. En ik vind het niet zo leuk om zo vaak te spelen. Want voor de velen van jullie weten het wel al, ik speel inderdaad ook Ark Survival Evolved op Jump to the Ladders, oh die. Ik speel ook Ark Survival Evolved op DDG. En dat is, fuck. Ik speel nu ook Ark Survival Evolved op DDG. En als ik het DDG speel en op mijn kanaal, is dat zeg maar niet zo heel erg leuk om zoveel te kunnen spelen. En ik vind het niet leuk om twee series tegelijkertijd van één ding te hebben. Het is gewoon heel vervelend. Mijn kijkers hebben het ook gezegd van deel. Het is niet zo leuk dat je het en op DDG doet en op mijn kanaal. Op je eigen kanaal. Dus daarom moet je het één van de twee doen. Dat hebben een paar kijkers tegen mij gemeld. En dat vond ik, daar hebben ze wel een beetje hebben ze wel een beetje gelijk in gehad. Want laten we eerlijk zijn, het is niet zo chill als ik jullie een dubbele serie laat kijken. Dat vind ik gewoon zelf niet leuk om te spelen zo vaak. Dus op die manier doe ik dat zeg maar niet meer. Dus ik heb besloten om daar helaas mee te stoppen. Als je het niet mee eens bent, vertel het even tegen mij dan. Dan kan je het altijd tegen me zeggen van, hey Deel, je hebt gelijk. Ik vind het jammer dat je stopt met de serie. Maar ik wil dat je niet stopt. Dat kan je altijd zeggen. Het kan gebeuren. Maar ik ben van mening dat het gewoon inderdaad mijn kanaal niet zo leuk is. Of Ark niet leuk genoeg meer. Ik vind het gewoon niet meer leuk genoeg om te spelen op mijn kanaal. Omdat ik het dus twee keer doe. Oh, fuck. Dit is moeilijk, man. 100 parkour dingen. Maar dus bij deze meld ik het gestopt met Ark Survival Evolved. En de rest van de serie blijft staan. Ik had laatst ook inderdaad, het spijt me, moeten zeggen voor de roleplay serie. Die is niet online gekomen. Daar heb ik een hele goede reden voor. Ik heb gezegd in mijn livestream toen de tijd van Mindtopia. Die ik in de plaats deed daarvan. Hop. Dat was de, heel simpel. Een hele simpele reden. De map waar ik op moet opnemen, die was nog niet af. Ik heb een bouwteampje erop gezet op een servertje. En het was nog niet af gewoon. Het was nog niet ready. Dus het kon nog niet opgenomen worden. En ja, ik ga niet... het kan gewoon niet. Ik kan niet opnemen. Stel je voor, ik ga de prison opnemen van DDG. Zonder de prison te hebben. Dat kan natuurlijk niet. Dus daar heb ik ook al sorry voor gezegd. Dit gaat komen. Deze zondag ga ik er serieus... gaat hij sowieso komen. Oké, eens even kijken. Click to leave noob rank. Welcome to the server. What the fuck moet ik hier doen? Ik ga er gewoon niet uit. You must be careful. There are PvP on. We make team with other guys. Oké. Ik snap er helemaal niks van eigenlijk. Ik ben gewoon de parcours aan het volgen. Voor zover ik weet hoe het moet. Dus dat doe ik nu even. Ik vlieg gewoon even overheen. Maar inderdaad, op die fiets dus. Ik ga stoppen met Ark Survival Evolved. Want ik vind het zelf minder denderend als eerst. En ik ga naar level 2. Nice. Ik ben level 2 aangekomen. Hartstikke top. Is goed. Waar moet ik? Ik ga denk ik hier naar binnen moeten. Ja, ik denk het wel. Nou goed. In ieder geval, ik ga dus stoppen met de Ark-serie. En vanaf nu ga ik ook weer beginnen met... Met hoe heet het?
Please don't cry, it's very hard, go to level 3. Noob weapon, noob armor, weet ik veel. Oké, okay, de exit is upstairs. Oké, okay, ik moet hier naar boven om hier weg te kunnen komen. En ik begin dus hier. Dat is een hoekjumpje waar je mee begint. Hop, fuck. Oh man, het is heel veel met speed, hè. Het is echt, je moet echt al sprintend zijn. Anders haal je dit allemaal niet. Oké, okay, ik vind het wel leuk. Ik moet wel zeggen, dit soort maps vind ik wel. Ik vind het wel leuker dan ik had gedacht. Oké, okay, ik denk dat ik van hier naar daar moet. Ja. En van hier een hoekjump doen. Hebbes. Oké, okay, nou. Dus in ieder geval, het spijt me dat ik ook de roleplay-serie niet online gekomen heb. En de ARK-serie gaat stoppen. Ik wil wel graag jullie meningen weten, want zoals jullie weten deel ik mijn kanaal met mijn kijkers. Mijn kijkers mogen vaak bepalen wat ik wel en niet ga doen op mijn kanaal. Toch wil ik even jullie meningen weten van, hey deel, ik vind het jammer dat je stopt met ARK. Of ja, ik begrijp je keuze deel. Oh, je moet hier naar boven toe, ik zie het. Ik begrijp je keuze deel dat jij stopt met ARK, want ja, als je het niet meer leuk vindt, moet je het ook vooral niet gaan doen. Sommigen zullen die mening met me delen. Sommigen zullen zeggen, deel, fuck you. Je doet maar lekker wel ARK en fuck you maar gewoon. Dat soort mensen heb je altijd tussen zitten. Dus ik wil graag jullie mening weten. Ik deel mijn kanaal samen met jullie. Dus bij deze wil ik graag van jullie weten. Wat vinden jullie ervan dat ik gestopt met ARK? En begrijpen jullie mijn mening? Want jullie kunnen mijn ARK-series nog steeds kijken. Als jullie ARK leuk vinden, echt heel erg gaaf vinden. Ik heb een ARK-serie lopen op DDG. Wat doe ik nou? Ik was hier. Hier was ik net ook, dus ik kom echt voor de jongens. Ik ga terugvliegen, want ik ga niet opnieuw dit stukje doen, omdat ik even niet opletten. Dus als jullie ARK heel erg leuk vinden, dan kunnen we dan wel kijken op DDG. Op Dus David Games, daar heb ik mijn eigen serie van ARK met Kevin. Die gaat nog wel door. Dus bij deze, let er even goed op dat ik dat... als je nog ARK wil zien, kan je nog altijd van mij zien, zeg maar. Dus het is niet dat het helemaal weggaat van altijd. Het is gewoon dat ik niet een dubbele serie wil laten lopen, want dat is gewoon niet zo chill. Alleen... Kom ik hier niet langs of zo? Oké, ik ben weer terug. Sorry, ik had even een stukje knip, want ik kan de command. Dat is de game rule at game rule command block true met een hoofdletter C. Dat is belangrijk, dus ik ben nu hier. En dan wat nu? Oh, wauw. Ik zie hier alle levels. Really? Is dat iets wat ik... Wauw, dat is cool. Oké, ik ga naar beneden toe en ik ga dus alle levels kunnen doen, zeg maar, vanaf hier. Wat gaaf. Ik was bij level 3 gebleven, want ik was level 2 had gehad. Dit is leuk. Dit is grappig. Dit had ik niet verwacht. Warps won't work at the moment. Misschien wel. Nee, level 3 werkt dus niet. Fuck my duck. Ik heb iets gaafs gevonden. Maar, deze video is inderdaad een beetje van hot naar her. En ik vind het altijd een beetje moeilijk om te kunnen praten terwijl ik aan het gamen ben. Dat blijft een vak apart natuurlijk, hè. Fuck my duck, het is heel kut. Het is moeilijk om hierop te komen. Ik heb geen zin om te lopen. Dus doe... Kom op nou, oké. Okay, sprintje. Hopsakee. Dat lijkt er meer op. Yep, hopsakee. Yep, hopsakee. En ik gok die... En van die naar die. Op de... Fuck my duck. Op dan van die ga ik door naar die. En van die naar deze. Oh fuck. My duck. Ik ga het op moeten halen. Gewoon. Dat is belangrijk dat ik het haal. Maar waar is bezig gesprek? Je kan dus altijd nog ARK Survival zien van mij. Op Dus David Games. Want daar ben ik natuurlijk lid van. Ik ben een van de crewmensen. En daar maak ik al lang heel lang video's op DDG. Voor degenen die dat niet wisten. Ik denk dat de meesten het wel weten. Maar er zijn altijd een paar... Laat opletters zijn, niet opletterden zijn die dat dus niet van me weten. Dus belangrijk is, als je dus ARK nog heel erg gaaf vindt en je wilt heel graag zien dat ik ARK doe, dan moet je gewoon lekker kijken naar DDG. Want, wauw, dit is echt heel kut. Deze jump. Dit is echt heel kut, deze jump. Dan kun je altijd op DDG blijven kijken. Zie je, dit is echt, what the fuck. Oké, agressiviteit komt erbij kijken. Want ik moet dus... Misschien even zo staan. Dat is hem. Dat is hem. Ah, fuck. Ik moet weer opnieuw. Oké, ik ga eens dit stukje halen. Dan kan ik weer verder met mijn gesprek. Want dit is echt heel lastig. Ja, dit is toch ongelooflijk. Oké, ik laat het laatste stukje gewoon over. Ik ben er klaar mee. Ik ga omhoog vliegen. Sorry jongens, het is een beetje een moeilijk stukje. Maar, inderdaad, je kunt dus mijn ARK kijken op DDG. En daar ga deze video vooral over om te zorgen. Eigenlijk te zeggen, het spijt me als je het er niet mee eens bent. Ik weet dat ik zei, ja, ik ga mijn schema vasthouden deze maand. Dat doe ik ook wel, tot een bepaalde hoogte. Maar ik kwam er gewoon achter dat ARK meteen het zorgenkindje van mijn kanaal werd. Zeg maar zo gezegd, dat het minder goed bekeken werd. En dat jullie kijkers het dus minder leuk vinden om te zien. Zo werkt dat, zodra je iets minder bekijkt. Als jullie kijkers iets minder bekijken... Iets wat minder bekeken. Sorry, hij stond maar niet eens af deze map, of wel? Dan ben ik een beetje verdwaald. Ik heb het ene parcours gehaald. Sindsdien ben ik een beetje aan het durpen of zo. Dus ik ga zoeken naar level 3. Dat is even belangrijk. Dit is echt een heel hoog level allemaal. Oké, ik ga gewoon helemaal terug naar level 2. Omdat ik die warp gevonden, dus dat was niet zo slim. Maar,
Maar, dus inderdaad, het spijt me als je er niet mee eens bent. Je mag altijd je mening geven aan mij. Ik zat open voor meningen. Je mag er echt alles van zelf, je mag er alles van zeggen. Het maakt me echt niet uit. Ik bedoel, iedereen zegt wel eens wat over een kanaal. Jullie hebben altijd recht ertoe, want ik deel mijn kanaal met mijn kijkers, zoals ik zei. Maar ja, dit is mijn mening gewoon. Ik ben van mening, ik wil graag niet meer twee keer per week ARK hoeven opnemen voor en voor mijn kanaal en voor DDG. Dus ik heb besloten mijn eigen kanaal te stoppen. Dat is eigenlijk vooral het belangrijkste. Maar wat ga ik dan doen op de maandag? Want normaal gesproken zou ik maandag om 7:30. Dus eigenlijk is nu. Ik wil even kijken, level 3. Ja, ik ga lekker level 3 binnen. Dankjewel. ARK, normaal zou ik nu dus ARK gedaan hebben. Maar wat ik nu ga doen, is vanaf nu is random video op maandag. Gewoon heel simpel. Op maandag kan je dus van alles verwachten van mijn kanaal. Het kan van alles zijn. Een Pixelmon, een Minecraft parcours, een Lucky Block, dat soort dingen. Het kan voor alles zijn. Dat vind ik een keertje leuk ook. Dan kan ik ook met meer random games spelen, zoals dat Slither.io. Laatst speelt voor de lol, maar ik heb het niet in mijn schema staan, waardoor ik het niet kan spelen. Dus daarom doe ik dat zeg maar niet. Maar als je dat is fuck. Dus vanaf nu kan op maandag, kan je dus op de maandag om 7:30, kan je een random video verwachten op mijn kanaal. En dit is best wel irritant. Ik moet dus vanaf hier daarop springen. En hier moet je om die heen daarop. En vanaf hier ga ik gewoon lekker meteen op dat. Oké, dit is wel een leuke map dit. Ik vind het wel leuk, het 100 parcours dingen. Ik zeg eerlijk, het is wel grappig. Vanaf hier moet ik namelijk denk naar die. En van die naar die. Oké. Dat kan zingen. Ik moet dus van hier naar hier. Maar dan gaat het elke keer een random video. Het kan alles zijn, Minecraft PvP video. Een extra Pixelmon. Een misschien wel weer een arkje af en toe. Waarom ook niet? Easy of hard, only for pros. Oké, dit is dus voor pros. En ik ben geen pro in parcours. Nee, ik ga lekker voor de easy road. Het spijt me. Het spijt me, jongens. Ik ben niet zo goed in parcours als de meeste van jullie. Want sommige van jullie zijn wel heel erg goed. Ik heb het gezien bij mijn Mindtopia Death Run. Zeg maar. Dat sommige heel erg goed zijn. Maar, inderdaad bij deze, jongens, elke keer een random video. En dan mogen jullie natuurlijk ook weer een mening in hebben van... Hey Dale, ik wil graag dat je wat meer dit gaat doen. Of Skywars, of doen we een keertje Egg Wars. Doen we een keertje een Hunger Games met Duffy of met iemand anders of zo. Een extra Buldolf in de week. Het kan van alles zijn. Ik weet de laatste tijd dat Buldolf ook niet zo vaak weer op de lijn komt. En dat komt gewoon omdat ik de groep precies niet voor elkaar krijg die wil opnemen met Buldolf. Ik heb namelijk van mijn Buldolf natuurlijk 4 mensen nodig. Ikke en 3 bouwers. En op het moment... reageren mensen steeds niet. Dus dat is heel erg kloten. Dan kan dat gewoon niet. Dat is heel erg vervelend. En Buildoff wil ik wel doen met Buildoff mensen. En niet echt met de groep met wie ik Pixelmon speel. Dat is van een hele andere groep mensen. Die niet zo goed kunnen bouwen. Waardoor het ook niet meer zo denderend is. Maar dus, bij deze. Ga ik proberen om dat ook gewoon weer vast op te pakken. Want jullie vinden dat heel leuk. Ja, fuck it. Ik ga het weer opnieuw proberen. Jap, dan gaan we weer. Ja hoor, gehaald. Dus bij deze ga ik het proberen te doen. Te vertoggel. Downfall. Wel jammer, ik heb bijna het hele parcours gehaald zonder te vallen, maar helaas, pindakaas, moest ik het hier verneuken. Ja, dit gaat wel netjes. Hats of lats. Boom. En die command blocks werken niet. Ik ga lekker naar buiten toe en dan ga ik lekker naar level 4 vliegen. Want ik weet waar die zit, namelijk gewoon hiernaast. Dit is level 4, denk ik. Juist. Mooi. Hartstikke leuk. Op zich een leuke map, alleen werken die command blocks niet bij mij. Dat is mijn eigen schuld hoor. Daar niet van. Dus let's go. We gaan het weer nog een keer proberen. Maar dus inderdaad, laat even weten wat voor soort serie je zou willen zien. Meer van iets. Dan kan ik altijd voor jullie kijken of dat haalbaar is. Of dat te doen is met mijn connecties die ik heb. Want sommige mensen willen... Ja, neem op graag met Duffy. Of met neem op met een Don de Game Meneer. Maar dan moet je ook niet vergeten dat Don de Game Meneer niet Pixelmon wil spelen met mij. En dat is niet omdat Don me niet mag, maar omdat Don geen Pixelmon wil spelen. Het heeft nergens mee te maken verder. Maar ik heb niet contact met iedereen. En ze zeggen, ja, doe Enzo Knol. Yeah. Alsof ik contact heb met Enzo Knol. Jongens en meiden, dames en heren. Helaas niet. Helaas niet. Hup. Ah, fuck my duck. Ik ga dit niet halen. Maar level 5, level 4 zitten we, jongens. Hoppakee. En misschien vind je het wel leuk. Als je inderdaad denkt van Deel, ik wil dat je deze parcours map afmaakt. Die 100 stages. Ik zit nu op stage 4. Dat je dit zegt van Deel, maak hier gewoon een serie van dit parcours. Het is leuk om jou te zien ragen. Dat ik deze mother trucking level niet wil halen. Hebbes. Mooi. Eens even zoeken. Waar worden... Vlug moet ik heen. Ik gokte daarheen. Ik ga gewoon weer omhoog vliegen. Ik heb gezin om nog een keer te doen. Okidoki. Dat heb ik gehaald. Is there no path? Free your mind. Het is geen pad. Zorg dat je je gedachten vrij laat. Hoe doe je free your mind? Fuck it. Nee, dit is niks hier. Ik weet niet wat free your mind betekent. Ik weet ook niet waar de uitgang zou moeten zijn, zeg maar. Ik moet van hier naar daar zien te komen, weet je wel. Maar ik zou niet weten hoe.
misschien gewoon hier naar binnen kijken. Hier naar binnen. Hier naar binnen. Hallo? Nee. Oké, ik zou echt niet weten hoe de fuck ik hier naar boven kan komen. Ik ga huilen hiervan. Man, oh man, oh man. Maar, laat inderdaad nog even... Hey. Hey. Hallo. Dus ik moet hier naar binnen. Hoe de fuck kom ik hier binnen? Ik denk gewoon via hier beneden. Jongens. Oké, dit is niet zo slim. Ik denk dat ik gewoon vanaf hier naar hier moest. Hoe de fuck kom ik hier binnen dan? Kijk, het is dus niet te doen. Oh, wacht. Ik weet hoe ik het moet doen. Dus het is de bedoeling dat ik hier sta. Want hier stond ik. En ik dan deze raampjes dus in flikker. In tik. Bam. Bats. Boom. Done. Zeg maar op die manier, weet je wel. Huh? Huh? Anders niet, dan weet ik ook niet hoe ik het moet doen, jongens. Ik heb nog geen idee dan. Wacht ervoor. Was het niet zo'n bedoeling van hier naar daar te springen? Ja, dat is mijn bedoeling. Ik zie het. Ik zie het alweer. Ik zie het alweer. Dus van hier naar daar. Dat is de bedoeling. Als het gaat lukken, tenminste. Tink. Hoppa, gehaald. Mooi. En dan? Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Volgens mij moet ik van... Fuck it. Ik ben er klaar mee. Ik ga hier omhoog vliegen. En ik zie het wel. Ik ga naar level... Vanaf hier kan ik mooi naar hier. Hatsenflats. En dan ga ik door naar de volgende level. Level... 5 moet ik zijn. Dus ik moet eigenlijk hiernaast zijn bij die. Maar... Dat is eigenlijk het belangrijkste wel een beetje gehad. Dat is een beetje een vage video, moet ik eerlijk ook toegeven. Maar ik zeg je eerlijk, ik heb gewoon geen zin meer om Ark 2 keer te spelen. Ik vind Ark nog wel een leuk game, daar niet van. Maar ik ging met tegenzin, zou ik Ark opnemen. De server deed vorige keer niet. En dan zou ik nu weer een video maken waar ik eigenlijk geen zin in had. Dat is eigenlijk vooral het moraal van het verhaal. Dat ik geen zin meer heb om Ark te doen 2 keer. Dus bij deze stop ik met Ark. Het spijt me enorm. Maar ik hoop dat je deze video gewoon toch leuk vindt. Ook al heb ik dit gemeld. Het spijt me. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Doe zeker even een blauwe omhoog achter als je het leuk vond. Laat inderdaad even weten wat je graag wilt zien op mijn kanaal op de maandagen. Mag van alles zijn. Noem het op en ik ga het misschien spelen voor jou. Laat even weten. Mensen, bedankt voor het kijken. Later was het ziens. En natuurlijk, peace.